Dit is Rondje Regio met deze week. Koningsdag in Maasbracht. Sieraden betalen met argumenten. Duitse aspergeprinses bezocht Horst aan de Maas, maar eerst naar Panningen. Het was een verrassing toen Marion in december hoorde dat haar wens bij het programma Maak het Woor in vervulling ging. Een eigen expositie met haar foto's. Zaterdag was het zover en werd de tentoonstelling Magie van het Moment geopend. In coronatijd begon de Panningse te fotograferen. Toen ben ik begonnen. En ik doe dat eigenlijk gewoon voor de lol, om even te ontspannen, even weg. En ja, je ziet wat er van kan komen. De expositie kenmerkt zich door foto's van de natuur. Er zijn ook portretfoto's te zien, waaronder een van haar vader. Hij wist van niks, dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Dus, het is niet een man die graag in de spotlight staat, maar ik vond het zonde om deze foto niet hier te tentoonstellen. Waar staat het? Sticht het? Is dat Lina? Ik ben nu bezig met portretten, babytjes. Pas heb ik een uitvaart mogen fotograferen. Ja, het is gewoon heel bijzonder. Ja. Waar komt die passie vandaan? Hele goede vraag. Ik heb geen idee. Nee, durf ik niet te zeggen. Ik zie foto's en dan denk ik, oh, dat is wel mooi. Dus die slaan we op. En die bewaren we altijd handig om ideetjes te hebben. Haar zus gaf Marion op. Normaal staat ze liever niet op de voorgrond. Dat laatste zetje had ze daarom even nodig. Marion kennende had ze het in haar eentje ook nooit gedaan. Dus ik denk dat ze nu toch wel stiekem wel blij is dat ze een keer naar buiten is getreden. Het is toch wel even checken wat ze ervan vinden en hoe dat ze erover denken. Dus dat, maar volgens mij gaat het goed. Echt die kleuren en die vormen, dat is toch, ja, dat zijn echt van die details waar je normaal gesproken helemaal niet naar kijkt. En nu zijn ze echt goed te zien. Het is de eerste expositie in de Gipaar Kunsthal aan de Beekstraat in Panningen. De voormalige autogarage kan gebruikt worden voor onder andere repetities en workshops. We hebben eigenlijk nog niet zo heel veel kunnen organiseren, vanwege corona ook. We hebben nog heel veel verbouwd. Maar nu kunnen we eindelijk zeggen, het is open. En er kan hier kunst gemaakt worden en beleefd worden. Wat is hier de bedoeling precies? Wat moet hier gebeuren? Nou, we willen vooral mensen verbinden. Middels kunst, maar creatieve mensen die hier een werkplek zoeken, die kunnen hier ook een plekje vinden. Gipaar Kunsthal is op zaterdagen en zondagen geopend van 1 tot 4, door de week bij aanwezigheid ook op afspraak. Kom kijken en geniet van de magie van het moment. Want daar gaat het om. Daar gaat het om, ja, absoluut. Basisschool De Tourmalijn in Maasbracht heeft vrijdag 21 april een feestelijke dag georganiseerd. In combinatie van de Koningsdag en het sponsorloop, waarbij alle kinderen een bijdrage leverden aan de uiteindelijke opbrengst. De openingsdans werd gedaan door Juvat Westendorp. Goedemorgen! Goedemorgen! Handjes mee, hè? Goedemorgen! Goedemorgen! Ja, goed zo. Volgens mij zijn jullie wel redelijk wakker. Keihard, 3, 2, 1! En dan gillen, 3, 2, 1! Oké. Na het opwarmertje begon de sponsorloop. We hebben vandaag de Koningsspelen gecombineerd met de sponsorloop, waardoor het een hele mooie sportieve dag is voor de kinderen.
Ja, en waar is die sponsorloop voor bedoeld? Wat moet het opbrengen? Nou ja, wat het moet opbrengen is dat iedere euro is meegenomen. Ja. Maar het is een heel mooi goed doel. Want het is het goede doel waar onze eigen juffrouw Annelies zich voor gaat inzetten. Ja. Dat is namelijk de werelddocenten. Zij gaat de komende zomervakantie naar Afrika. En daar gaat ze de kinderen en ook de leerkrachten daar dingen leren. Maar ook weer zelf dingen leren vanuit Afrika om weer mee hier naartoe te nemen. Ja. Ja, geweldig idee toch? Ja, zeker. Ja, heel mooi initiatief. En uiteindelijk kreeg iedereen die meedeed een medaille. Openluchtmuseum De Locht in Meldersloo kreeg zondag hoog bezoek. De Duitse Spargelprinsessin kwam samen met haar gevolg een rondgang maken over het museumterrein. Hartelijk welkom, Hefty. Welkom. Dank. Goedemorgen. Welkom. Kom verder. Mir bedeutet das total viel. Ich bin total stolz, dass ich das sein darf. Es ist eine große Ehre. Und es ist einfach ein total tolles Gefühl, so ein tolles Produkt vertreten zu dürfen und so ein tolles Dorf repräsentieren zu können. Het museum besteedde op deze Asperge Zondag extra aandacht aan asperges. Zo was er een expositie van aspergeschilderwerken in de aspergetunnel en werden er aspergegerechtjes gemaakt. Daarnaast was er een aspergeveiling en konden kinderen asperges verven op een bord. Jullie zijn een dagje uit? We zijn een dagje uit. We zijn hier in de buurt een paar dagen op vakantie. En toen zagen we dit hier, het Openluchtmuseum. Ja. En daarom zijn we hier naartoe gegaan. Ja, zeer de moeite waard. Ja, fantastisch hier. Ja. Echt goed verzorgd. Ja, en ja, voor de eerste meegedaan aan de veiling. Hè? Ja. Openluchtmuseum De Locht was zeer vereerd met de komst van de Spargelprinsessin uit het Duitse Baalbek. Veel moeite moeten doen om de Duitse prinses hier te krijgen? Nee, helemaal niet. Die stond bijna te springen om te komen. Het is al een hele lange traditie dat de Duitse spargelprinsessin, de aspergeprinses, naar De Locht komt. En alleen tijdens COVID kon het niet doorgaan. Dus al vorig jaar hebben ze zich weer gemeld. Jongens, het gaat toch zeker wel door. En ook dit jaar weer. Dus nee, het is fantastisch. Gewoon leuk. Heeft u vaker streekproducten zondagen? Ja. Maar dat is eigenlijk wel een leuke vraag, want we willen dat juist veel meer in de belangstelling gaan zetten. Want wij laten hier natuurlijk de geschiedenis van de land- en tuinbouw zien. Maar waarom deden mensen land- en tuinbouw vroeger? Om te eten. Dus voedsel wordt heel belangrijk. En daar gaan we de komende jaren zeker mee terugkomen. Ja, dat is wel grappig. Er was net een mevrouw die wilde heel graag betalen. Die zei, maar kan ik niet, ook niet een beetje betalen? Ik zei, nee, je moet er helemaal niet te betalen. Je mag niet betalen. Niet met geld betalen, maar met goede argumenten. Dat is het idee achter het project van de museumjuwelier. Kinderen van KC Natuurtalent uit Helden verkopen zelfgemaakte sieraden. Het project kwam tot stand naar een idee van kunstenaar Pavel van Houten. Nou, ik was een aantal keer in het museum Pillemaas, hier in Helden. En zij vroegen mij, of ik raakte eigenlijk met hun in gesprek. En ze vroegen mij van, ja, hoe kunnen we onze collectie die we hebben op een andere manier aan het publiek laten zien. En op een andere manier verhalen vertellen over het erfgoed dat we hebben hier. En toen dacht ik, ja, ik vind het altijd heel erg leuk. Voor mij zijn kinderen de allerbeste kunstenaars en de beste makers. En het leek me leuk om met kinderen samen eigenlijk nieuw erfgoed te maken. Dus van het oude erfgoed dat ze hebben, dat ergens in de kelder staat te verstoffen, waar ze eigenlijk niks meer mee kunnen, dat kapot is. Of we daar met kinderen niet nieuw erfgoed mee kunnen maken. Dus dat was eigenlijk mijn idee. Dus toen heb ik de school gebeld, die naast het museum ligt, en gevraagd of zij het leuk vinden om met kinderen daaraan iets mee te gaan maken. Ja. En dit is dat een armband of een ketting? Het is een armband. Dat is een armband. Ja. We hebben een hele oude typemachine uit elkaar gehaald. En toen met de tweede les, toen hadden we allemaal lijmpistolen. En we hadden nog eentje en dat was volgens mij de andere typemachine uit elkaar halen. Ja, dus in mijn projecten gaan het vaak ook over dingen die
je misschien denkt die heel onbelangrijk zijn. En daar op een andere manier naar kijken en dan denken, oh, dat is eigenlijk supermooi of eigenlijk heel bijzonder. En naar dingen die misschien heel erg belangrijk zijn, ook kijken hoe kan je die nou dichterbij halen. Of hoe kan je die nou iets maken zodat het ook echt ja, bij mij hoort of bij me past. Dus te kijken of je dingen een beetje kan omdraaien. Elk sieraad is een bepaald aantal argumenten waard. Wil je een sieraad graag hebben en kost die bijvoorbeeld 5 argumenten, dan moet je 5 redenen noemen waarom. Ik dacht de haar van hoera. Die vind ik ook mooi die jij daar hebt. Of van helden. Oh ja. Dat is al eerder. Dat zijn al. En welke hoeveel helden? Argumenten zijn dat? Twee. Maar zijn het goede argumenten? We krijgen argumenten van bijvoorbeeld dat ze heel mooi zijn. Of dat ze goed passen bij iemand. Of je kan het. Ja, voor je het anders gebruiken, je kan het als cadeau gebruiken, je kan het overal gebruiken voor en ook sommige sieraden die zijn ook alleen maar gemaakt zonder een dingetje met een, iets van een typemachine en dan is dat ook een sieraad. Bijvoorbeeld 2 ringetjes bij elkaar, dan heb je zo een ring. Alsjeblieft. Nou, hartstikke fijn, dankjewel. Wie nog een bijzonder sieraad wil inslaan, kan dat nog doen op 6 mei tussen 3:30 en 4:00 bij de Plus in Helden. En daarna komt het permanent in het museum Pillemaas te staan. Dus de winkel die blijft dan gewoon. Dus mensen kunnen daar hun sieraden vanaf 3:30 zoiets gaan kopen. En mensen kunnen dan ook erfgoed daar ook live uit elkaar halen. Dus er komt een klein klushoekje en waar mensen sieraden kunnen maken. Dus de winkel die bevoorraadt zichzelf. En mensen kunnen dan dus ook weer dingen kopen, voor argumenten natuurlijk. Oh, wauw, dankjewel. Krijg je ook nog een boekje bij? Is het dan? Ja, met argumenten. En het was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.